Dag dames en heren, goedemorgen en welkom bij In Gelderland Live. Er zouden meer jonge dynamische mensen in de politiek moeten stappen. Maar ja, hoe krijg je ze zover? Olaf Prinsen is wethouder in Apeldoorn en volgende week is in Apeldoorn het VNG-congres. En op dat VNG-congres gaat hij daarover in debat op een deelcongres met zoveel mogelijk jonge mensen ook, denk ik. Ouderen zijn ook welkom. Ouderen zijn ook welkom, zeker. Ja. En vanaf dinsdag dan kunt u in Gorssel terecht, in het nieuwe, in het gloednieuwe museum Moor. Ipe Koopmans is artistiek directeur van museum Moor. En hij komt over dat nieuwe museum vertellen. Maar we beginnen met het PGB, want het wil maar niet lukken met dat persoonsgebonden budget. Althans, het wil niet lukken met de uitbetaling aan mensen die zorg verlenen aan mensen met zo'n persoonsgebonden budget. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Kitty Beel uit het Gelderse Heumen is inmiddels een beetje het gezicht geworden in de media van alle mensen die daar problemen van ondervinden. U heeft een zorghuis in Deurne. Deze week was er een hoorzitting in de Tweede Kamer waar u ook uw zegje mocht doen. Dus vertellen wat nou precies die problemen zijn. Volgende week dan is er het debat in de Kamer met de minister. Even om alles duidelijk te krijgen. Tegen welke problemen loopt u aan als zorgverlener? Als zorgverlener is het op dit moment een enorme uitdaging om je facturen betaald te krijgen. Mensen snappen het systeem niet. Het gaat fout bij zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeentes, het CIS. En uiteindelijk natuurlijk ook bij de SVB, wat tot als gevolg heeft dat er gewoon of geen betalingen komen, of te veel, of te weinig, of ja, alles wat je verzinnen kunt gaat zo'n beetje mis. Ja. Als we even met dat laatste beginnen, want daar komt het dan uiteindelijk op neer. Het gaat natuurlijk veel om de betaling. In uw geval, u had op een gegeven moment gewoon nog iets van bijna 2 ton te goed, geloof ik, hè? Las ik ergens. Ja, dat klopt, maar dat is voor ons geen extreem bedrag. Wij hebben 50 budgethouders die bij ons wonen. En de gemiddelde ZZP-indicatie is natuurlijk 5 of 6. En dan praat je al gauw over best hoge bedragen. Dus ja, dat is wel gerelateerd aan de omzet natuurlijk. En ja, we hebben natuurlijk ook 90 mensen in dienst. Dus ik kan het me ook niet veroorloven om tegen iedereen te zeggen van nou, deze maand doen we het maar eens een keer niet. Nee. En dat willen we ook niet. We proberen dat ook koste wat kosten voorkomen. Tot op heden is dat ook gelukt. We hebben ook investeerders die bijspringen indien nodig, maar ook vrienden, kennissen, die mocht dat nodig zijn. Ik wil eigenlijk dat het personeel er zo min mogelijk last van heeft, maar ook de budgethouder. Onze doelgroep zijn op dit moment hoofdzakelijk ouderen. En die kunnen dat niet. Maar dat zijn allemaal noodgrepen en die moet u doen, omdat het gewoon het geld niet wordt overgemaakt. U zegt ook, voordat het bij de SVB, die dat, dus dat geld aan u moet overmaken, komt, gaat er ook al van alles mis. Ja, wat gaat er daar dan mis? Het zorgkantoor moet bijvoorbeeld de indicatie om gaan zetten van zorg in natura naar PGB. En nou, in mijn optiek moet dat niet zo moeilijk zijn, omdat de indicatie er al is. Maar dat duurt soms 4, 5, 6 maanden. En dat betekent dus dat wij altijd mensen in huis hebben die we best lang moeten voorfinancieren. Want mensen kunnen dat simpelweg niet betalen. Nee. Maar ja, daar gaat het dan mis. De communicatie tussen zorgkantoor en SVB loopt niet goed. Communicatie zorgverzekeraar, SVB loopt niet goed. Bij sommige gemeentes loopt dat ook niet goed. Ja. En dat maakt dat er bij u een hoop ergernis is, irritatie over dingen die niet goed gaan. Dat drukt op de zorgverleners, het drukt ook op de mensen die zorg krijgen. Want die hebben het er ook heel moeilijk mee. Kijk maar even naar dit fragment. PGB-houder Hermijntje Geesink uit Doetinchem heeft veel hulp nodig voor haar zieke man. Sinds januari is ze elke dag uren in de weer met de declaraties. Ik ben op. Ik ben echt letterlijk en figuurlijk, ik ben op. Ik heb nu zoveel uitgelegd en zo vaak gebeld en zo alles geprobeerd te doen om het voor onze zorgverleners goed te laten verlopen. En bij de SVB snappen ze het echt niet. Ze weten niet waar het om draait. En daardoor is ze inmiddels de wanhoop nabij. Nou, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik weet niet meer op dit moment wat ik moet doen dat die fouten die zij continu maken opgelost worden. Ja. Herkent u dit, mevrouw Beelen? Zo iemand die dit op deze manier ondervindt? Ja. Wij zijn 2 weken geleden met een aantal mensen begonnen met een stichting op te richten. PGB Claim heet dat.
Wij krijgen daar dagelijks heel veel mail binnen met allemaal vergelijkbare situaties. En ja, dat kan natuurlijk niet zo blijven. Die mensen, die staat het water aan de lippen. Ze weten eigenlijk al niet meer, wat moet ik nou nog doen om, ja, om mijn geld te krijgen, om mijn zorgverleners te kunnen betalen. Ja. Want niemand vindt dat prettig. Je hebt iemand lopen die je verzorgt, maar ze worden niet betaald. En de haken ook al zorgverleners af. Gewoon op het feit dat niemand kan maanden zonder salaris. Nee. En dit is natuurlijk een doelgroep, mensen die in de zorg werken. Die werken gemiddeld met passie voor hun vak. Je werkt met mensen. Je kan niet even zeggen van, ik krijg geen geld, dus ik stop er maar eens even mee. Nee, en als je die zorg ontvangt en elke ochtend weer komen die zorgverleners bij je om te helpen. Dan kan ik me inderdaad heel erg voorstellen dat op je drukt. Want je kunt het niet voor ze oplossen. Nee, maar niemand kan het oplossen. Nee, want als u namelijk naar de SVB belt en zegt, luister eens, ik heb nog steeds mijn geld niet. Dan zegt hij, ja, maar wij praten daar niet met u over, want wij moeten naar zo'n mevrouw die we net zagen. Want dat is dus eigenlijk degene die moet klagen bij de SVB, hè? Ja, dat klopt. Maar dat betekent ook, kijk, die mevrouw die is nog redelijk mondig. Maar ik heb ook mensen in huis die dat absoluut niet kunnen. En een deel heeft familie, maar niet iedereen. Kijk, wij kunnen niet alles overnemen van ze, omdat dat gewoon onze taak niet mag zijn. Maar wij ondersteunen iedereen wel zoveel mogelijk in alle paperassen en hoe dat allemaal gaat. Maar eind van de rit blijft de budgethouder natuurlijk verantwoordelijk. Ja, ja. En ja, dat is natuurlijk ook heel krom. Maar je komt natuurlijk ook op een moment, en daar wil je het eigenlijk niet over hebben, maar dat is natuurlijk wel gewoon zo. Het moet ook allemaal betaald worden, zeg maar. Alles wat u doet, als u extra mensen inzet om die mensen te ontlasten, om ze bijvoorbeeld te helpen met hun strijd met de SVB. Dat zijn allemaal betaalde mensen. Die zou u dan moeten betalen eigenlijk. Dat doen we ook op dit moment. Ja, dus maar dan komt een moment dat je dan niet meer kunt bestaan. Nee, dat is ook de reden waarom die PGB-claim-stichting opgezet is. Wij gaan dat nu wel terugvorderen. Ja. Kijk, als dat een maand duurt, of misschien wel twee, dan is dat ondernemersrisico, is dat lastig, vervelend. Maar dat is dan pech hebben. Maar we zijn nu al 5 maanden onderweg. En ik zie daar nog geen eind aan komen. Kom op die claim, komen we zo nog even terug. Heel eventjes naar het begin, waarom dit allemaal is ingesteld. Het begon ermee omdat er gefraudeerd zou worden. Dat kostte wel 11 miljoen per jaar. In 2013 was het 11 miljoen. Wat er dan uiteindelijk gefraudeerd werd. Kunt u zich dat voorstellen? Kun je daar eigenlijk makkelijk in frauderen? Waar de fraudegevallen hoofdzakelijk plaatsgevonden hebben, is natuurlijk in een aantal bureaus die daar tussenin zaten, die blijkbaar PGB's aangevraagd hebben voor mensen die daar helemaal niet om gevraagd hebben. Maar als ik zie hoe het bij ons werkt, dan begrijp ik niet hoe ik dat zou moeten doen. Want wij hebben, het traject is logisch. Er is een indicatie voor mensen. Nou, ik ga even uit een ZZP5. Dat betekent dat iemand dement is en zoveel zorg nodig heeft. Nou, dan moet dat omgezet worden van zorg in natura naar PGB. Maar dan komt eerst het zorgkantoor komt langs. Er worden contracten gecontroleerd. Wij factureren nooit meer dan dat er aan PGB is. Dus ik zou niet weten hoe ik daarin zou moeten frauderen. Maar ook voor ons is dat ook iets dat wil je niet. Want als je dat één keer doet, dan sta je bij het zorgkantoor natuurlijk meteen geregistreerd als daar kloppen zaken niet. Nee. En daar heb je alleen maar problemen mee. En niemand doet dat. Nee, maar toch hebben zij dan in 2030 geconstateerd 11 miljoen. Ja. Inmiddels, om al die problemen op te lossen wat allemaal misgaat, spreken we over een veelvoud wat het allemaal kost, denk ik. Dus een oplossing voor het probleem is het niet gebleken. Nee, absoluut niet. En begrijp me goed, elke euro fraude is er één te veel. Heel simpel. Het moet niet mogen, maar ja, ik denk dat op elk gebied fraude gepleegd wordt. Overal. En ik denk dat je dat op een andere manier moet aanpakken. Ja, het is natuurlijk altijd zo dat dan de goede onder de kwade moeten leiden. Ja. Even naar die claim. Want u zegt, we zijn het nu zat, het kan niet meer. Wat u natuurlijk claimt is sowieso het geld waar je recht op hebt. Wat er eigenlijk gewoon betaald moet worden. Maar, we hoorden net die mevrouw zeggen, u heeft geloof ik 2 mensen die fulltime bezig zijn om alleen maar die financiële perikelen af te wikkelen. Ja. Dat kost geld. En daarvan zegt u eigenlijk ook, wij vinden allemaal dat we daar ook een vergoeding voor zouden moeten krijgen. Ja.
Ja, dat gaan we nu met een collectieve schadeclaim gaan we dat doen. Dat is niet alleen voor ons of voor mensen met wooninitiatieven of zorgondernemers. Maar dat is ook voor de individuele budgethouders, zoals die mevrouw. Die heeft ook enorm veel extra werk om de boel geregeld te krijgen. En ja, dat kan gewoon niet. Nee. En dat kan je niet uit je budget betalen, want dat heb je gewoon nodig voor de zorg. Maar als je elke week 20 uur zoet bent met bellen naar de SVB, mailen naar de SVB en ja, of naar het zorgkantoor of naar wie dan ook. Dan ben je met andere dingen bezig dan waar je mee bezig moet. Ja. Afgelopen donderdag mocht u dit onder meer vertellen in de Tweede Kamer. Heeft u de indruk dat u daar wat teweeg heeft gebracht? Vond u daar veel begrip? Ja, ik denk dat ik al een week eerder iets teweeg gebracht had, waardoor het balletje aan het rollen is gekomen natuurlijk. Ik ben blij dat er nu actie komt, dat er geluisterd wordt. Kijk, een oplossing volgende week, ik denk niet dat die er is. Maar ja, dat kun je denk ik in dit stadium ook niet verwachten. Maar neemt niet weg dat er wel wat gedaan moet worden, want het kan zo gewoon niet blijven. Een oplossing, zegt u, verwacht ik niet direct. Volgende week dan wordt er dan debatteert de Tweede Kamer met Van Rijn, de verantwoordelijke man. Als de staatssecretaris wordt weggestuurd, denkt u dan dat dat een oplossing is? Nou ja, dat lost natuurlijk niks op. Het probleem blijft dan gewoon bestaan. Dan komt er alleen een ander iemand die dat dossier over moet nemen. Dus of dat de insteek moet zijn dat hij weg moet, dat denk ik niet. Ik vind het wel jammer dat er zo vaak gelogen wordt. Dat vind ik dom. Ja, want we hebben hem keer op keer horen zeggen, vanaf volgende week gaat het beter. Ja. En nu hebben we het lek boven, nu gaan we de goede kant op. En elke keer is het nog steeds niet beter, hè? Nee, wij merken daar niet zoveel van. Tuurlijk wordt het bij sommige mensen opgelost ondertussen. Dat mag ik ook hopen, want anders hadden we echt een uitdaging. Maar als je kijkt, er was bijvoorbeeld vorige week een onderzoek van één vandaag. En daar blijkt gewoon uit dat het bij 40% niet goed gaat. Ja, dat is heel veel. Dat is heel veel. En dat gaat dan ook om heel veel geld. En dat gaat ook om heel veel mensen die ook gewoon hun huur moeten betalen aan het begin van de maand. En Maar ook als je kijkt naar een situatie zoals wij. Wij hebben dan een zorghuis waar mensen wonen. Wij hebben personeel, maar we hebben ook leveranciers. Die kun je ook niet op tijd betalen. En de belasting kun je niet betalen. We krijgen boete op boete op boete. Maar het wordt gewoon niet geregeld. Nee. Haalt u er nog wel voldoening uit? Want u bent natuurlijk wel in dit vak gestapt omdat u het graag wilde doen. Omdat u graag zorg wilde verlenen. Ja, maar als er geen geld komt, dan kunnen we dat überhaupt niet. Dus ik denk wel dat iemand daar actie in moet schoppen. En ja, ik heb daar nu toevallig een podium in. En ja, ik blijf roepen tot het opgelost is. Hou vol. Dank u wel. Ja, Museum Moor in Gorssel. Dat gaat dinsdag open voor publiek. Afgelopen weekend ging het open voor de bobo's, zeg ik maar eventjes. Het heeft de grootste collectie Nederlands modern realisme. En dit is de collectie van Hans Melgers, die collectie weer kocht van Dirk Scheringa, de voormalige directeur van de DSB-bank. In die collectie zitten echt toonaangevende schilders van de afgelopen 100 jaar. Mensen als Karel Willink, Jan Mankes, Pijkenkoch, Charlie Torop. Allemaal hele bekende namen. Ipe Koopmans, u bent artistiek directeur van het Museum Moor. Het museum moest nog gebouwd worden. En toen had u al een enorme collectie waar u uit kon kiezen. Is dat makkelijker of moeilijker om dan vervolgens? Ik ben er wat later bij gekomen. Ik zit nu een jaar bij het museum. Ik vond het uiteraard moeilijk. Ik moest de collectie eerst leren kennen. Ik kende een deel wel van het Scheringa Museum. Maar dat was een relatief klein museum waar maar een klein gedeelte getoond kon worden. Dus het was een grote ontdekkingstocht. Ja, maar het is moeilijk, zegt u. Maar ik denk dat het ook luxe is. Hè? Als je toch gewoon al zoveel tot je beschikking hebt. Tekort kom je niet in elk geval. Nee, we kunnen er verschillende tentoonstellingen van maken. Ik heb nu eerst één tentoonstelling gemaakt met een soort doorsnee. Maar er zijn andere doorsneden mogelijk. Dus ja, het belooft veel. Voorlopig nog weer genoeg. Het is het museum, ik zei het al, van Hans Melgers. Miljardair, Achterhoeker. En die bouwde dat museum omdat hij, ja, zoals hij dat zelf zei, eigenlijk wat terug wilde doen voor de mensen. Kijk even mee. Ik woon hier al 25 jaar in de Achterhoek. Dus het is hier KWW, kieken wat wordt, maar het is wel doorpakken. En ik vind het mooi dat we het museum hier hebben. En ik heb er elke dag een goed humeur over.
Je hebt er elke dag een goed humeur over. En het is ook heel mooi geworden. Het is een, ik ben er ruim een jaar geleden geweest. Toen stond het nog, was het allemaal beton en moest het nog helemaal gebouwd worden. Maar het is, als je het ook leest in de kranten, de recensies, men vindt het ook echt een mooi museum. Het is een helemaal up-to-date museum. Het is groot, met enorme zalen. Verhoudt het zich heel mooi tot de omgeving. Als je ervoor staat, het raadhuisje wat we zo even zagen, dan zie je eigenlijk wat er allemaal achter zit, zie je niet. Dat is mooi ingekapseld in het dorp. En prachtig natuur, steen, materiaalgebruik. En ja, heel, heel flexibele ruimte. En veel licht en ruimte. En dan is het, als je er binnen bent, dan blijkt het dus van binnen een heel groot museum te zijn ook. Ja. De collectie die Melchers gekocht heeft, bestaat uit 1300 werken. 1300 werken, ja. Ja, en dan hangen er maar 200. Dan denk ik van, dat is dan eigenlijk nog niet heel veel van die collectie. Dan staat er nog veel in depot. Er staat nog, wat u zegt, er staan nog ruim duizend werken in depot. En daar is veel mee te doen. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook afhankelijk van bruikleengevers. En de bruikleengevers die melden zich ook al, of bruikleennemers melden zich ook al bij ons. Dus veel werken, niet alles blijft in depot staan. Dat is ook zonde natuurlijk, hè? Want dat is natuurlijk wel wat vaak gezegd wordt over alles wat in depot staat. Het is gemaakt om gezien te worden. Ja, tegelijkertijd is de collectie wel groot. Maar in vergelijking met bijvoorbeeld het museum in Arnhem, dat is 25.000 nummers bijvoorbeeld. Oké. Ja, dus getalsmatig. Olaf Prinsen, liefhebber van modern realisme? Kennelijk wel. Ja, dat het modern realisme was, dat wist ik alweer niet. Maar de afgelopen dagen natuurlijk veel in de krant erover gelezen. En ik ga er wel naartoe, want het ziet er prachtig uit. En ik ben vooral die gezichten die van voren zo heel indringend zijn geschilderd, prachtig. Maar het is grappig inderdaad, want ik had dat ook een beetje. Als je in de krant kijkt, je ziet de schilderijen voorbij komen, dan blijkt je er heel veel van te kennen. Dan denk je, die ken ik ook. Zonder dat je misschien weet dat het modern realisme is allemaal. Klopt. Ja, nee, ik ben ook wel heel benieuwd hoe het dan is geworden. Hoe het in de ruimte zit. Ja. En 200 schilderijen, prachtig. Dat we dat nu kunnen zien, daar ben ik wel blij mee. Ja. En ook hier in de omgeving natuurlijk. Ja. Bekendste exponent van dat modern magisch realisme is denk ik wel Willink. Hè? Ja. Karel Willink. In de collectie zitten heel veel van zijn werken. Hangt er nu op dit moment in het museum ook al veel van hem? Ja, er hangt nu een substantieel deel. Er hangen nu ruim 30 werken en we hebben 40 schilderijen in de collectie. Daarnaast zo'n 100 werken op papier. Hij is nu goed vertegenwoordigd. Ook omdat een deel van de collectie straks uit het museum gaat voor het kasteel in Ruurlo. Ja, want dat is nog wel even aardig om te noemen. Het kasteel in Ruurlo heeft Hans Melchers ook gekocht. Omdat hij zegt van ik heb zoveel werk. Ja. Een beetje zonde als dat in depot staat. Dat kasteel, dat wordt verbouwd? Dat wordt verbouwd en over 2 jaar gaat het open. Over 1,5 jaar gaat het open. En daar wordt met name Willink getoond, maar waarschijnlijk ook wel tijdgenoten. Dus ze zal ook gewisseld worden. Ja, ja. En als daar dus vooral Willink getoond wordt, dan gaat dat dus weer weg bij Moor, zal ik maar zeggen. Of er zal misschien wel iets blijven hangen. Maar mag u die tentoonstelling dan ook weer in gaan richten? Die ga ik ook weer inrichten, ja. Ja. Is dit een droombaan nou voor een artistiek directeur? Want u heeft natuurlijk veel meer musea heeft u gewerkt, hè? Ja, maar dit is uniek, want ik ben nu artistiek directeur, maar ik ben ook conservator. Dus ik heb eigenlijk alles in één hier. En de mooiste, de grootste en de enige grote collectie realisme in Nederland. Ja, ja. En de collectie is groot, hebben we al een paar keer gezegd. En hij wordt nog steeds groter. We verzamelen gewoon door, ja. Ja, precies. Heeft u de tijd dat u hier aangesteld bent ook al aankopen mogen doen? We hebben aankopen gedaan. En sowieso, ook voordat ik kwam, zijn er ook al aankopen gedaan. En er is nu even een stop, omdat er zo ontzettend veel beslissingen genomen moesten worden wat betreft het museum. Maar we gaan straks weer in volle vaart door. Ja, en het verbouwen van Ruurlo kost natuurlijk ook geld. En u heeft gelukkig wel een hele rijke mecenas. Iemand die er ook vol vuur voor gaat. Maar dat zal ook op een gegeven moment eindig zijn, zal ik maar zeggen. Geen idee. Nee. Maar goed, hij kijkt wel goed mee. Heeft Hans Melchers, want u heeft deze expositie ingericht. Ja. Althans, het museum nu volgehangen met mooie werken. Heeft Hans Melchers daar een dikke vinger in, of niet? Ik heb een plan gemaakt, een inrichtingsplan en een selectie. En die heb ik aan hem voorgelegd. Zo gaat het wel. Alles wordt met hem overlegd. En daar ging hij mee akkoord. En, ik ga ook wisseltentoonstellingen maken. Die zullen altijd met hem overlegd worden. Hij is de eigenaar van de collectie. Dus maar u bent de kenner. Hij laat zich wel echt... Hij laat zich adviseren. Hij laat zich echt adviseren. Ja. 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 Wat aardig is dat veel van het werk wat u heeft... daar het Museum Arnhem
heeft uit dezelfde stroming ook veel werk. Mm-hmm. Toen Hans Melgers hier een aantal jaar geleden in deze studio te gast was, toen zei hij daar het volgende over. Deze bomenrij, ook heel erg mooi, heel erg verfijnd geschilderd. Maar dit komt dus allemaal bij in het nieuwe museum van meneer Melgers te hangen. Is meneer Melgers nou eigenlijk ook niet gewoon een concurrent? Maar kunnen we toch een beetje wisselen ook? We kunnen een beetje wisselen. Ja, maar is dat... Nou ja, u zegt het nou, hè? Maar op zich, dat zou natuurlijk een goed idee zijn. Tuurlijk. Twee musea zo dicht bij elkaar, in Gelderland. Dat is absoluut de bedoeling. Ik sta er helemaal open voor. Hij staat er helemaal open voor. Is dat nog steeds zo? Denkt gaat u als artistiek directeur inderdaad die samenwerking aan met Museum Arnhem? Ja, absoluut. In die tijd dat het gesprek werd opgenomen, was er een tentoonstelling te zien in het Arnhems Museum waar ik toen nog werkte. Een tentoonstelling die ik gemaakt had. En daar waren verschillende bruiklenen van de heer Melgers te zien. En we hebben dat toen gezegd en het blijft zo. We hebben hele goede contacten. De eerste overleg heeft plaatsgevonden. En we kunnen ook niet zonder elkaar. Als wij een Willing tentoonstelling willen maken, dan kunnen we niet zonder bruiklenen van Arnhem. Hetzelfde geldt voor Mankes. Het museum in Arnhem heeft de grootste collectie Mankes. En daarna wij. Dus we zullen altijd samen moeten werken. Ja, als het over bruiklenen gaat, ik geloof dat u zelfs een Mankes op dit moment in het Rijksmuseum heeft hangen ook. Hè? Nee, die is weer terug. Die is terug. Dus die heeft daar inderdaad vanaf het begin gehangen. Waar we natuurlijk ook echt trots op zijn. En er hing ook een mooi schilderij van Pijker Koch. Ja, dat was fijn voor het Rijksmuseum, maar ook goed voor ons reputatie, denk ik. Ja. Ik denk dat die samenwerking misschien ook wel belangrijk kan zijn, omdat, hoe je het ook went of keert, het museum staat wel helemaal in het oosten van Nederland. Ja. Het ligt voor veel mensen misschien wat meer voor de hand om in de Randstad musea te bezoeken. Dus u zult de mensen nog wel die kant op moeten krijgen. Dat zou misschien ook nog wel helpen als dat in samenwerking met Museum Arnhem is. Ja, hoewel je dat ook niet moet overdrijven. Hè. Amsterdam, dat is 1 uur en 1 kwartier rijden met de auto. Dus dat valt nog wel mee. Sterker, voor Duitsers is het een stuk dichterbij. Ja. Dus, het heet niet voor iets Randstad daar. Ja, precies. Nou, richt u zich daar ook op Duitsland? We zijn heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Op zich heb je in Duitsland ook een belangrijke neorealistische stroming gehad. Dus we zijn er wel mee bezig. Maar of dat wat uithaalt. In Arnhem kwamen op zich niet zoveel Duitsers. Nee, dat was dan misschien weer net te ver. Nou, trouwens, daar komen wel heel veel Duitsers, maar misschien niet in het museum. Nee, niet in het museum. Nou ja, laten we zeggen, het is in ieder geval, het is zo mooi dat het zeer zeker de moeite waard is om er te gaan kijken. Ik ga in elk geval kijken nu het af is. Vanaf dinsdag kan het, want dan is het open voor het publiek. Is dat nog spannend nadat u alle Bobo-openingen gehad hebt afgelopen weekend met minister Kamp zelfs erbij? Ja, uiteraard is het spannend. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen er zo'n eerste dag komen. Maar mensen hebben er al een hele tijd naar uitgekeken, denk ik. Want er is al ontzettend veel publiciteit geweest. Radio, tv, ja, daar in de kranten. Ja, daar heeft u over te klaar gehad. Hè? En goede recensies. En goede recensies, ja. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Ik kom in ieder geval kijken. En meneer Prinsen weet ik ook. En ik denk misschien mevrouw Beelen ook wel. Ja hoor, zeker. Zeker, goed. Nou, de komende dagen, dan is in Arnhem het grote VNG-congres. Dat wordt elke keer op een andere plaats gehouden. Dit keer is het niet in Arnhem, zeg ik, maar in Apeldoorn natuurlijk. En dat VNG-congres, dat bestaat ook weer uit deelcongressen. En Olaf Prinsen, wethouder in Apeldoorn, die mag een van die deelcongressen doen. En dat gaat over... Hoe krijgen we jonge mensen in de politiek? Hebben we het even zo over, maar eerst eventjes dat congres neerstrijkt in Apeldoorn. Hè? Ja. Dat is denk ik voor Apeldoorn heel prettig, want het is echt een groot congres. Nee, het is een heel groot congres. Volgens mij staat de teller nu op tussen de 2500 en 3000 deelnemers. Dus ook hotels ver buiten Apeldoorn zijn volgeboekt. Wat voor mensen komen daar? De meeste burgemeester en wethouders, dat zijn natuurlijk de meeste. Maar ook ambtenaren komen er, raadsleden. En het mooie is voor Apeldoorn dat bijvoorbeeld nu Apeldoorn Congresstad, een samenwerking van hotels en congreslocaties, heeft nu echt de lancering. En laat daar zien wat ze in huis hebben. En hopen dus ook op veel terugkerend verkeer. Ja, want het duurt 2,5 dag, zeg maar even 3 dagen. Dus daar zijn wat overnachtingen bij. Klopt. Is alleen maar goed voor de stad. Is alleen maar goed voor de stad. En dan kunnen we laten zien wat we allemaal in huis hebben. En mensen krijgen ook echt een agenda mee, waarin precies staat wat ze nou zakelijk kunnen verwachten de komende tijd. Maar ook privé eventueel kunnen doen in Apeldoorn. En we hopen dus dat er veel terugkomers zijn. Ja, mooi staaltje Apeldoorn promotie. De politiek. U doet dat deelcongres. En op dat deelcongres wil u eigenlijk eens duidelijk krijgen, waarom stappen er eigenlijk zo weinig jonge mensen, zoals u zelf, in de politiek? Want dat is een probleem. Is echt een probleem, hè? Ja, het is echt een probleem. In die zin dat politiek, en of dat nou de gemeenteraad is of een gemeentebestuur, moet wat mij betreft echt een dwarsdoorsnede zijn van de samenleving. Je moet daar ook jongeren in hebben, omdat die een andere beleving hebben en andere dingen belangrijk vinden dan oudere mensen. En nou ja, als je kijkt naar de meeste gemeenteraden, als ik kijk naar de meeste vergaderingen waar ik heen ga, dan ben ik toch een van de
weinige mensen met nog een kleurtje in mijn haar en geen grijze haar. Ja. Ja. Ja, u was ooit de jongste wethouder van Apeldoorn ooit. Inmiddels bent u nog steeds de jongste in het college. Ja. Dus in die tijd, in de 5 jaar dat u daar actief bent, is er weinig veranderd. Nou, dat is niet helemaal waar. Gelukkig in Apeldoorn is het wel iets anders. Toen ik kwam, toen waren mijn collega's echt... Nou, volgens mij allemaal in ieder geval in de 40 en sommige 50, 60. En nu heb ik één collega die ook in de 30 is. Ja, want dat bent dus, u ook, 31. Ik ben 31, ja. Ik was 26 toen ik begon. Ja. En gelukkig zie ik nu al wel wat meer jonge wethouders. En ook onze gemeenteraad, moet ik zeggen, heeft gelukkig in 2014 een hoop jongeren erbij gekregen. Alleen het gaat ook wel nog om die middengroep, zeg maar. Dus de mensen die nog die net kinderen krijgen... En die nog niet de kinderen zo oud hebben dat ze uit huis zijn of zelfstandig genoeg. Die groep die valt ook voor een groot deel weg. U was 26 toen u wethouder werd. Hè? Ja. Dan denk ik dat u nog wat jonger was toen u in de politiek stapte. Ja. Wat was voor u de reden om daarin te stappen? Ja, ik vertel dan altijd het verhaal van het biertje. Een vriend van mij die richtte de JOVD op de Jongerenpartij van de VVD. Inmiddels ben ik D66er, maar goed. En hij had leden nodig en bood mij een biertje aan voor een lidmaatschap. En dat was toen genoeg argumenten om lid te worden. Later raakte ik in gesprek met een D66-raadslid. En toen viel bij mij eigenlijk een kwartje van... Nou, dit is echt meer wat mij aanspreekt. Dan hebben we een enquête gedaan naar horecasluitingstijden. Ook een onderwerp wat natuurlijk je aanspreekt als je een jaar of 17, 18 bent. En dat werd ineens een gemeenteraadsdebat. Ja, dan denk je, ik kan iets veranderen. Maar, dus dan ga je op die manier voor een biertje in eerste instantie. Maar goed, dat veranderde al heel snel. Toen waren er andere dingen die interessant waren. Ga je die politiek in. En dan kom je in dat politieke circus zoals dat sinds jaar en dag gaat. Met veel avondvergaderingen, lange vergaderingen. Veel mensen die het woord moeten voeren in de raadsvergadering. Heeft u nog een moment gedacht, waar ben ik ingestapt? Oh ja, tuurlijk zijn er momenten geweest dat je denkt, waar ben ik ingestapt? Maar dat had eerlijk gezegd bij mij minder te maken met die vergaderingen en dat soort dingen... dan met zware dossiers die je ook af en toe moet doen. Maar het is wel een bijzondere plek om actief te zijn. Alleen als je kijkt wat er gebeurt met de inzet die je hebt gedaan... en wat je kunt betekenen. Ik ben geboren getogen in Apeldoorn, een tijdje in Amsterdam gewoond, maar weer teruggegaan. Wat jij kunt betekenen in een stad die je zo goed kent, ja, dat is gewoon mooi. Ja, maar u bent er dan ingestapt aanvankelijk voor een biertje, later om meer principiële redenen. Ja. Waarom doen heel veel mensen dat op dit moment niet, denkt u? Heeft u dat lek eigenlijk al boven? Nou, ik organiseer dit deelcongres niet voor niets. Ik mag ook meedoen aan een Europees project waarin jonge bestuurders uit eigenlijk heel Europa met elkaar praten over waarom zij actief zijn en hoe we jongeren actief krijgen. Als je dan praat met mensen uit Oekraïne of Georgië, dan hebben die hele andere redenen dan natuurlijk dan wij. In Oekraïne, daar staat het land op springen. Heb je de burgeroorlog, heb je allerlei ellende. Dat je dan denkt, ik wil iets doen voor mijn land, is heel erg daar valt nog logisch. Veel te winnen. Ja, daar valt nog veel te winnen. En wij hebben het natuurlijk relatief uitzonderingen daar gelaten en problemen daar gelaten, maar relatief goed in Nederland. En dan moet je wel getriggerd worden om... Te bedenken waarom jij dan iets in die politiek wil doen. Het moet wel duidelijk worden dat je nog wat kunt betekenen. Ja. We hebben het eigenlijk te goed dus. Nou, om heel erg geïnteresseerd te raken in politiek, laat ik het zo zeggen. Nou ja, inderdaad geïnteresseerd te raken in hoe jouw land in elkaar zit, hebben we misschien wel te goed. Tegelijkertijd zie je ook dat als mensen dan eenmaal met de politiek in aanraking zijn geweest, en vaak ook lokaal, en ze zien daar wat ze kunnen betekenen, of dat nou de aanloop is van een skatebaan in je buurt of weet ik veel wat, dan... worden mensen er wel weer door gegrepen. En dan zie je jongeren ook vaak actief blijven. Maar goed, dan zijn ze al bij de politiek betrokken, om een of andere reden. Maar goed, voor die tijd, hoe pak je dat aan? Goeie vraag. Kijk, daar gaan we het natuurlijk ook dinsdag over hebben. Wat ik zelf denk, is dat we ook goed moeten kijken naar... Nou, je zei het zelf al, die avonden die je ermee bezig bent... het vele vergaderen, altijd met onderwerpen bezig zijn... past dat nog bij deze tijd? Of moeten we iets anders in gaan richten... waardoor jongeren ook actief kunnen zijn? En dan met jongeren, dat bedoel ik vrij breed... hè? Mm-hmm. Maar waardoor die betrokken zijn bij de onderwerpen die ze raken... Moeten we daar iets anders omheen verzinnen? Dat zou ik me goed kunnen voorstellen. Je kunt je voorstellen dat als je als jonge politicus... In zo'n raad stapt of wethouder wordt... of dat je denkt, ja, ik heb een jong gezin... ik heb geen zin in al die avonden en al die rare tijden. Ja, dat is ook logisch. Hè? Kijk, raadslid is nog weer wat anders dan wethouder. Als raadslid heb je gewoon een baan... en daarnaast moet je 20 tot 25 uur per week... moet je bezighouden met de gemeenteraad. Wordt ook heftiger. Hè? Ik bedoel, alles met de decentralisaties rondom de zaken, de sociale dingen. Dat komt ook op het bordje van de gemeenteraad. Nou ja, dat vraagt veel specialisme, vraagt je veel inlezen. En het gaat wel ergens over. Past dat bij een jong gezinsleven met een fulltime baan daarnaast? En alle sporten die de kinderen doen en noem het maar op. Ja, dat,
ik denk dat we daar wel over na moeten denken. En moeten kijken of het anders kan. Maar het is direct wel ook een heel ingrijpende verandering die je dan voorstelt. Want we doen dit al zo lang. Ja. Nou ja, de vraag is ook of je meteen de hele gemeenteraad moet veranderen. Of dat je er iets naast organiseert bijvoorbeeld. Of dat je met mensen gaat werken met denktanks. Of met in ieder geval iets lossers rond onderwerpen bijvoorbeeld. Dat kan ik me heel erg goed voorstellen. En nou ja, ik ben heel benieuwd wat voor ideeën andere mensen hebben. Dinsdag gaan we het daarover hebben. Toen ik net zat te wachten al, kreeg ik al een sms'je van onze burgemeester. Kennelijk gelukkig nog jong van geest. Die ook wat suggesties had. Dus iedereen heeft hier wel ideeën. En wat voor suggestie had hij bijvoorbeeld? Mag u een sms'je citeren? Ik heb inderdaad gevraagd, mag je citeren? Altijd, schreef hij terug. Dus ik weet hem niet meer precies uit mijn hoofd. Maar in ieder geval waar het wel, bij hem wel om ging, die stroperige processen. Moet je die niet aanpakken? Want mensen haken daardoor ook af natuurlijk. En dat is ook weer een hele lastige aan de andere kant. Want als overheid heb je wel een plicht om ook naar iedereen weer te luisteren in zo'n proces. Maar ik kan me voorstellen dat dat mensen tegenmaakt. Dat het heel lang duurt voordat je echt wat voor elkaar hebt. Dat is een kwestie van lange adem vaak. Klopt, ja. Overigens, u bent zelf die jonge wethouder. En u gaat op dat congres gaat u mensen proberen over te halen. Stap in die politiek. En ik weet wat er nu gaat komen. En u, ja, precies. En u stapt u er zelf net uit. Want u gaat naar een andere mooie baan. Ja, nee, klopt. Ja, na 5 jaar wethouderschap, maar 11, 12 jaar actief in Apeldoorn, heb ik een andere baan gevonden. Ik word directeur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement. Ja, dat is een prachtige baan. Dus een hele mooie baan. U dacht, die moet ik pakken. Ja. Ja, maar dan toch even kritisch. Mensen die op u gestemd hebben, die dachten, ik hoop dat die prins het weer wordt, want dan wordt hij weer wethouder en dat vond ik een goeie. Die worden nu dus wel, die voelen zich een beetje bekocht misschien. Nou, laat ik een beeld wegnemen dat en masse mensen op mij gestemd zouden hebben. In Apeldoorn zijn we gelukkig de grootste geworden als D66. Maar ik denk dat dat toch ook echt komt door Den Haag. We maken ons gelukkig heel druk in de lokale politiek. Maar mensen laten toch hun stem afhangen van hoe goed onze partijleider dat is ongetwijfeld waar. Maar luister, en ze hebben natuurlijk ook een programma gestemd. U heeft ook een voorbeeldfunctie. Ja, klopt. U zit daar in het college. Er zijn moeilijke problemen die je moet aanpakken. Iedereen kan het begrijpen dat als er een mooie baan voorbij komt dat je dat doet. Maar dat mensen ook zullen zeggen van ja. Nee, ik had dat ook niet gedaan op het moment dat ik niet zeker wist dat er een goede opvolger klaar stond. Daar hebben we het lang over gehad. Als ik niet zeker wist dat er een fractie zit die het geluid waarop mensen ons hebben gekozen heel goed kan kunnen vertolken. Maar ja, het leven in de politiek is ook eindig. In ieder geval voorlopig. Ja. En voor mij komt er op 1 juli een einde aan. Dan heb ik een hele mooie andere kans. Ja. En dan mag iemand anders. Gelukkig trouwens ook slechts 3 maanden ouder dan ik ben. Weer die mag jongen, het hopelijk overnemen van mij. En als je 5 jaar bent, dan heb je je deel wel geleverd. Als het congres woensdagavond achter de rug is, hè, wanneer noemt u het een geslaagd congres? Voor uw deelcongres, zal ik maar zeggen. Wat mij betreft, als ik... stel, wij komen elkaar tegen. Vraag dan van wat is nou de oplossing als ik ineens met een heel ander idee kom. Dus als daar werkelijk iemand is met een fantastisch idee hoe je jongeren betrekt. En dat wordt het plan. Dan ben ik heel tevreden. Ja, en het zou natuurlijk ook wel heel mooi zijn als het gewoon heel druk zou worden in die zaal waar u dat gaat doen. Want dat zou in elk geval betekenen dat een aantal mensen erover denkt om mee te doen. Klopt. Ja, ik geloof dat we nu zo'n 30 mensen hebben die zich hebben opgegeven. En er zijn heel veel deelcongressen. Dus wat dat betreft mogen we daarover niet klagen. Maar mochten er mensen nou naar aanleiding van de uitzending denken van ik heb er ook wel een idee over. @OlafPrinsen, benaderbaar via Twitter, Facebook, noem het maar op. Dus kom vooral met suggesties. Goed, nou moeten ze vooral doen. En als het nou een mooie idee oplevert, laat ons dat even weten. Dan kunnen we daar misschien nog een keer op terugkomen. Ik ga jullie alle 3 bedanken voor jullie komst naar de studio, want we zijn er doorheen. De tijd is alweer op. Dit was In Gelderland Live voor deze zondag. Volgende week dan zijn we er weer. Dan zit op deze plaats Annemieke Schakelaar. En hopelijk bent u er dan ook weer. Een fijne dag verder. Dag.